Kums. Die ziet de ruimte bij Houssala. En Boyo. Kums. En Boyo. Ja, hij kan trappen op doel hoor. Uit de draai. Koppa goed opgesteld. Maar hij trapt met veel gemak. En Boyo. Die zichzelf graag Pelé laat noemen. We zijn bijna 17 minuten ver. En dan hebben we een eerste bal tussen de palen van Lokeren. Taravel kwam de vrije trap nemen. En voor de eerste keer moet Verbouwheden echt ingrijpen in deze wedstrijd. Een streep, maar wel in het midden van de goal. En dus niet zo heel erg moeilijk voor Glenn Verbouwheden. De hoekschop is het gevolg. De Keulaar. Kijk eens over mij hoe vrij hij daar mag aanleggen. En dan moet dit de goal zijn. Nee. Buitenspel ook gevlacht. Bovendien. Ja, dit had de 1-0 voor Lokeren kunnen zijn. Kijk eens hoeveel ruimte en vrijheid Overmeijer daar krijgt om aan te leggen. Verbouwheden kan die bal niet klemmen. Het was een goed hard schot. Naar de hoek, uitstekende redding. En dan Persoons daar in de buurt, maar ook goed weggewerkt. En uiteindelijk gevlacht voor buitenspel. Dat was Maric ook die daar opdook voor doel. Rossini, uitstekend voor de goal ineens. En dan was de Beulen daar. Maar ook een goede verdedigende actie van Maric, die erger voorkwam. Uitstekende aanval dit van Kortrijk. Rossini die bal heel erg goed meteen voor de goal. Daar was de Beulen en daar was ook Maric. En zo hebben we weer een kans voor Kortrijk. Bijna 25 minuten ver in een aangename eerste helft. Rossini heel veel op de flank, zowel links als rechts. Vaak weg uit het centrum. Kums, Rossini. Weer in één tijd, weer een goede voorzet, tweede paal. En dan een geweldige redding van Koppa. Op die kopbal van Pavlovic. Uitstekende redding van Koppa. En zo hebben beide doelmannen zich in deze wedstrijd al onderscheiden. Hele goede reactie van Boubacar Koppa. En alweer een goede voorzet van Rossini. En alweer in één tijd. We zijn nog geen half uur ver. Dat valt mee voor Kortrijk. Rossini zoekt de buitenkant. Kums. Houssala. Slim laten lopen. En Boyo. Ja, en dan komt het schot niet helemaal door. Ik denk dat Taravel er nog aankwam. Dat was weer een kansje voor Kortrijk. Het ingaan van de laatste minuut van de eerste helft. Kums met de vrije trap. Koppa toch met een hand. En dan Pavlovic twee keer. En twee keer niet. Uiteindelijk Taravel die bal van de lijn weghaalt. En ook Lokeren blijft komen. Overmeijer. De rover is weer mee. En dan Smajic. Deze moest erin. Deze moest er echt in. Nog een halve minuut te spelen in de eerste helft. En Lokeren had hier met een voorsprong de rust kunnen ingaan naar dat Kortrijk. Net ervoor de kans tot twee keer toe had laten liggen. En nu doet ook Smajic dat. En zo gaan we rusten bij een 0-0 stand. En dat mag een klein wonder heten. Dit is Overmeijer. De bal gaat een halve meter naast. Hier en daar werd er al gejuicht voor een doelpunt. Maar dat was gezichtsbedrog. Ferme uithaal van Kilian Overmeijer, zijn tweede in deze wedstrijd. Deze net buiten het kader. En zo begint ook de tweede helft al leuk. Hoekschop Kortrijk, laag, verrassend. En die gaat binnen. En dan is het Rossini die de goal maakt voor Kortrijk. Ja, er moest ooit eens een ploeg scoren in deze wedstrijd, waarin al zoveel kansen zijn geweest in de eerste helft. In de tweede had Lokeren er al eentje gehad. En nu een eerste keer dreiging van Kortrijk naar rust in de zevende minuut. Een speciale hoekschop ingestudeerd. Rossini precies tegen de paal aan de binnenkant. En dan was hij buiten bereik van Koppa. 0-1.
erover. Smajic en dan opletten voor de own goal. Ja, Belosin duwt die bal maar net over de lat. Capon, goede voorzet. Een Boyo en het is 2-0. Of 0-2 moet ik zeggen, na net geen kwartier in de tweede helft. Maar nee, het feest gaat niet door. De goal wordt afgekeurd voor buitenspel. Nog eens Capon met de voorzet. En dan is er geen sprake van buitenspel van een Boyo. Onterecht afgekeurd deze tweede goal van Kortrijk. Keulaar, goed gewerkt. Balletje bleef netjes tussen de lijnen. Overmeijer. Daar is de Keulaar. Goede bal van Overmeijer. En is dat de 1-1? Ja, uitstekende goal. Mokulu heeft hem gemaakt. En ja, dit is ook een mooie goal van Lokeren dat aan het zwemmen was. Sinds die 0-1 op het bord was gekomen. Een hele tijd, een minuut of 20 bijna, kwam Lokeren er niet meer aan te pas. En dan nu toch eens weer een vloeiende aanval met Overmeijer. Met de Keulaar. En dan uitstekend die bal gebracht bij Mokulu. 1-1. Mokulu goed teruggelegd. De Keulaar. Ja, dat scheelt niet zoveel. Niet meer dan een kwartier nog. Het blijft razend spannend. Kums. Daarnaast Leko. Goede schijnbeweging. En nu vrijheid voor De Pauw. Niel De Pauw. Zelf de actie maken en trappen. Verbouwheden. Het schot was niet echt krachtig. De actie was wel goed. Niel De Pauw. Dat is weer knap van Rossini. En hier Messoudi. Wordt hij vastgehouden of niet? Nee, zegt Dirk. Voortspelen. Uitstekend van Rossini. En dan Messoudi. Nee. In dit beeld zeg je niks aan de hand. Messoudi. Even Rossini in de weg. Messoudi. Rossini, Messoudi. Tweede paal. Oh, de Beulen had de 1-2 op het hoofd. In de laatste seconden van de tweede helft van de officiële speeltijd. Een paar 1-2'tjes naast elkaar tussen Rossini en Messoudi. En dan de Beulen. Net voldoende gehinderd door Chimanga om echt te kunnen scoren. Dat was de laatste uittrap van de wedstrijd door Glenn Verbouwheden. Lokeren Kortrijk eindigt op een 1-1 gelijkspel.